Normaal kunnen wij zelf tot de zesde verdieping komen met onze eigen kraan die erachter staat ook. Dit is 16 hoog en er moet ook nog een hele grote afstand overbrugd worden. Dus ja, dat is wel bijzonder. Maar ja, je zou denken, dat ding is er ook ooit ingekomen. Ja, we weten het niet. We weten niet hoe die binnengekomen is. Waarschijnlijk is de lift veranderd. En of hij is wel met een kraan boven gezet, maar was de sloot er nog niet. Dus dat, we weten niet hoe die gegaan is. Gooi een stukje omhoog. Rustig omhoog. Na een flink aantal spannende minuten staat de vleugel veilig op de grond. Die gaat nu naar het Nationaal Muziekinstrumentenfonds.